Ja, en even zag je de Virgil al die je nu nog steeds ziet. Sterk, opkomend, naar voren. Vaak scoren terwijl hij toch een verdedigende functie had. En dat is wel grappig om te zien dat dat in de loop der jaren, ondanks dat hij verschillende clubs, trainers en begeleiders heeft gehad, zich zo verder heeft doorontwikkeld. Ja, je merkte gewoon op de trainingen. Als je tegen hem stond, dan, bijvoorbeeld bij kleine partijen, dan had je wel een moeilijke dag, moet ik zeggen. Dan kwam er niet veel aan te pas. En had zoveel overmacht in alle facetten, in het fysieke. En ook aan de bal, ja, de rust en het overzicht wat hij had. Dat was wel heel bijzonder. Virgil van Dijk is eigenlijk een beetje de belichaming van die wederopstanding van het Nederlandse voetbal. En hij speelt bij een van de grootste clubs in Engeland. Hij is daar letterlijk de rots in de branding. Dus in alle opzichten is hij gewoon heel erg belangrijk, succesvol, een winnaar. En dat is het merk Virgil van Dijk op dit moment. Ik ben als burgemeester heel erg trots, we zijn als Breda heel erg trots, maar ik denk dat heel Nederland, heel Brabant enorm trots is op de manier waarop Virgil van Dijk ons representeert op de voetbalvelden. Ik denk dat we daar alleen maar diepe buigen van kunnen maken. Ik wil hem graag nog eens een keer de hand drukken en eventjes met hem praten. Zou je nog herkennen, denk je? Mijn haren zijn wel een beetje korter geworden. Ja, ik denk wel dat hij me nog herkent, ja.